Welkom bij alweer de achtste webinar van het Erasmus MC Transplantatie Instituut. Vandaag gaan we het hebben over orgaandonatie bij leven. De meeste transplantaties worden gedaan met een overleden donor, maar er vinden ook steeds meer transplantaties plaats waarbij de donor bij leven een orgaan of een stukje van het orgaan afstaat. Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u dit nu nog insturen naar transplantatieinstituut.erasmusmc.nl. Dan kunnen we deze vragen nog bespreken tijdens deze uitzending. Het Erasmus MC Transplantatieinstituut is een van de grootste centra in Europa op het gebied van levende donorniertransplantaties en levende levertransplantaties. We hebben uiterst gespecialiseerde teams die dit mogelijk maken om de beste resultaten te behalen. Vanavond hebben we een aantal van deze specialisten aan tafel zitten. Ik stel ze graag aan u voor. Daar ziet u Caroline den Hoed, hepatoloog. Annelies de Weert, nefroloog. Robert Minet, transplantatiechirurg. Frank Door, transplantatiechirurg. En we zijn ook heel blij dat we twee ervaringsdeskundigen aan tafel hebben. Eline Siegenthaler. Die heeft een uh, stukje van haar lever afgestaan. En Bert Visser, uh, die een nier heeft afgestaan. Welkom. Allereerst zou ik jullie heel kort willen vragen of jullie iets kunnen vertellen over um, jullie donatie. Bert, zou jij willen beginnen? Uh, Jazeker. Uh, ik heb uh, vorig jaar, 31 oktober, heb ik mijn nier gedoneerd aan mijn schoonzoon. <tie> die is in januari uh, ziek geworden en uh, nierfalen. Dus die moest gaan transplanteren. Zocht u een, een donor, dat heb ik mij opgegeven, en uiteindelijk bleken wij een hele goede match te zijn. En toen zijn wij vorig jaar 31 oktober geopereerd. En dat is heel uh, succesvol uh, verlopen. Ook tot op nu. Ja, dus een jaar later nu. Uh... Ja, exact ja. een jaar later. Ja. Dus je kijkt er goed op terug. Ja, zeker ja. weten. Ja. Nou, we gaan er straks uh, bij de vragen gaan we nog nader stilstaan op, uh, op jouw ervaring. Dankjewel, in ieder geval vast. Eline, zou jij iets kunnen vertellen? Zeker. Mijn uh, schoonzus kreeg in uh, 2021 een diagnose neuroendocrine tumor. Daar is ze uh, voor geopereerd, grote operatie, met goed resultaat. Maar ze bleek uh, uitzagen in de lever te hebben. Um, ook voor behandeld, maar toch uh, meerdere um, uitzagen geconstateerd, waardoor alleen een levertransplantatie nog um, uitzicht geeft op genezing. Um, zij kom, kwam in aanmerking voor een levertransplantatie. Um, zowel ik als mijn man uh, bleken uh, bij de eerste screening een uh, geschikte donor te zijn. Dat wil zeggen dat onze bloedgroep overeenkwam. Um, na een uh, uitgebreidere screening ben ik uh, de geschikte kandidaten gebleken en wij zijn in april uh, jongsleden geopereerd en um, succesvol. Uh, mijn schoonzus is, is nog uh, herstellende, maar ik uh, ben alweer volledig uh, hersteld. Ja, ja, mooi. Een half jaar uh, later ja. dan eigenlijk zitten we nu. Ja, ja, mooi. Nou, fijn dat je ook bij ons uh, aan wil schuiven. En, uh, nou ja, we komen straks nog uh, zeker bij jullie terug. Uh, als eerste zou ik het woord willen geven aan uh, Annelies de Weert en Caroline den die een korte presentatie zullen geven over de voordelen van levende donatie... en hoe je zelf donor zou kunnen zijn. Goedenavond uh, allemaal. Uh, levende nierdonatie. Een heel belangrijk onderwerp, want het is de uh, beste behandeling voor uh, patiënten met eindstadium nierfalen. Want uh, je kan de operatie plannen en daarmee proberen dialyse te voorkomen, wat we preemptief noemen. En gemiddeld gezien, in vergelijking met de uh, nier van een overleden donor, gaat de nier van een levende donor enkele jaren langer mee. Maar de belangrijkste vraag is: is het veilig om te doneren? Dus wie kan er doneren? Nou, gezonde nieren hebben een hele ruime reserve. Dus medisch gezien kijken we naar of er voldoende nierfunctie is en of iemand zelf niet die reserve nodig heeft. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan uh, suikerziekte. Dat vinden we een reden om niet te kunnen doneren, omdat je dan later in het leven zelf die reserve nodig zult hebben. En daarom kijken we ook kritisch naar erfelijke nierziekten in een familie. Belangrijk om te zeggen, leeftijd is geen beperking. Er zijn een heleboel um, fitte 70-plussers bijvoorbeeld die hebben gedoneerd. Um, en bij donatie is het vrijwilligheid het allerbelangrijkste. Er mag uh, geen dwang ervaren worden door de mogelijke donor. Um, maar voor de patiënt krijgen we vaak de vraag van hoe vind ik een donor? Hoe ga ik het gesprek aan over donatie? Nou, belangrijk, praat over je ziekte. Ook um, natuurlijk in je directe kring, de familie, maar ook daarbuiten. Want uh, mensen kunnen pas nadenken of ze je kunnen helpen als ze weten dat je een nierziekte hebt. En daarom, het is niet zozeer dat je uh, kan vragen van uh, mag ik jouw nier? Maar uh, of iemand erover na wil denken of het bij zijn leven past, of hij er voor open staat, om daar voorlichting over te krijgen. En vul daarom ook zelf niet te veel in wat medisch gezien wel of niet uh, geschikt zou zijn. Maar bij het eerste gesprek in het transplantatiecentrum op de poli, uh, breng dan ook mogelijke donoren mee. Uh, want die voorlichting is heel belangrijk om die in een vroeg stadium te krijgen als je zelf twijfelt of je misschien wel een nier wil van een familielid en uiteraard voor mogelijke donoren als ze twijfel hebben is het heel belangrijk om daar vroeg over te kunnen praten. En als er nou meerdere levende donoren zijn, hoe wordt er dan gekozen? Um, nou, we kijken naar, naar de eerste indruk van medische geschiktheid um, en uh, we kijken ook naar bloedgroep en typering. Uh, niet zozeer om uh, mensen uit te sluiten. Want straks komt ook in het verhaal van uh, Louise Maas om naar voren dat er verschillende programma's zijn voor niet passende bloedgroepen. Uh, maar om eventueel te kijken of er een lichte medische voorkeur is. Maar het belangrijkste, zeker als er meerdere mensen in principe geschikt zijn, is uiteraard de voorkeur van de mogelijke donoren zelf. Want de daadwerkelijke voorbereiding uh, vindt plaats bij één donor. Dit is ook omdat die voorbereiding wel enkele maanden kan duren. En omdat bij dat voorbereidingstraject er ook ja, toevalsbevindingen kunnen zijn waar je niet direct naar op zoek bent, wat niet met de nieren te maken heeft, maar waar wel, wel extra onderzoeken nodig uh, voor kunnen zijn. Um, het ziekenhuis zelf benadert niet mogelijke donoren. Dus we vragen um, of uh, via de patiënt uh, het laat weten dat iemand anders contacten kan opnemen met de polineertransplantatie als hij geen donatie overweegt. En je kan donatie overwegen voor een bekende, maar je kan ook zelfs donatie overwegen anoniem voor een onbekende. En hier staan de contactgegevens voor de poli. En voor mensen die nog graag willen doorpraten uh, over de mogelijkheden van transplantatie staat hier ook een link uh, naar een focusgroep. Goedenavond, mijn naam is Caroline Noet. Ik ben uh, hepatoloog uh, en ook voor de lever en voor levertransplantatie bestaat er de mogelijkheid om een transplantatie te doen met een deel van de lever van een levende donor. Je kunt niet je hele lever doneren, want zonder lever kunnen we allemaal niet leven, maar wel een stukje. Uh, en ja, waarom is dat nou relevant? Uh, ja omdat er nog steeds een tekort aan organen is, er zijn nog steeds meer mensen die een lever nodig hebben dan dat er levers beschikbaar komen. Dat geldt niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in alle landen in de wereld. En ondanks dat we zien dat er een toename is in het aantal uh, uh, donoren uh, die uh, na overlijden doneren, met name door de nieuwe donatiewet, uh, zien we toch dat er nog steeds patiënten op de wachtlijst komen te overlijden omdat er niet op tijd voor hun een orgaan beschikbaar is. Um, daarnaast is het zo dat. Uh, bij lever het zo is dat het formaat belangrijk is. Dus dat een grote lever die beschikbaar komt niet altijd in een kleine ontvanger past. Wat ervoor zorgt dat sommige patiënten die op de wachtlijst staan eigenlijk benaderd worden door onze manier van organen verdelen en voor deze groep een levende donor soms een enorme uitkomst kan zijn. Er zijn ook nog andere voordelen aan, de, aan een levende donatie, dus aan het getransporteerd worden met een stukje van een levende donor. Dat is dat we een betere kwaliteit van organen hebben. We kunnen die kwaliteit ook veel beter vooraf bepalen. En dat we daarmee ook zien dat de uitkomsten op de lange termijn ook beter zijn. Het is een planbare ingreep. We weten als er een geschikte donor is, kunnen we een operatie plannen. Je bent dus niet afhankelijk van het moment dat er een donor beschikbaar komt. En daarmee zorgen we ook voor een gemiddeld kortere wachttijd, waarbij de kans dat je ondertussen erg verslechtert, uh, kleiner wordt omdat je minder lang hoeft te wachten. Wie kan er dan doneren? Nou, de regels voor het doneren van een lever zijn wel ietsje strenger dan dat dat is voor een nier en dat heeft ermee te maken dat je echt een, zelf een vrij grote operatie ondergaat waarbij ook een stuk van het orgaan wordt weggehaald. Dus je moet echt in het orgaan um, um, opereren en daarmee hebben we uh, een eis dat de of dat de donor een gezonde persoon moet zijn tussen de 18 en 60 jaar. En waarom is er nou een leeftijdsgrens? Nou, we weten dat je, je doneert een stukje van je lever en de restje wat achterblijft, dat, dat groeit eigenlijk weer aan. En we weten dat dat regeneratie, dus dat groeivermogen, dat neemt af naarmate iemand ouder wordt. Uh, en vanuit de uh, gegevens weten we dat na het 60ste levensjaar uh, dat echt wel duidelijk afneemt en dat de risico's voor degene die doneert daarmee dus groter worden. Um, ook uh, je lichaamsgewicht en je BMI zijn van belang. Um, mensen met overgewicht hebben vaak stapeling van vetcellen ook in de lever. En daarmee gaat ook de kwaliteit van die lever achteruit en is ook weer dat groeivermogen aangetast. Dus is het risico om te doneren eigenlijk te groot. Je moet matchen qua bloedgroep. Um, er is. Uh, Alleen maar eigenlijk is de bloedgroep het belangrijkste en ook formaat is belangrijk. Je kunt een bepaald stuk van de lever weghalen, en dat moet dan wel genoeg zijn voor degene aan wie je doneert dat die ook genoeg functie krijgt. Um, je kan doneren aan een familielid, aan een partner, vriend of vriendin, aan een bekende, maar ook anonieme donatie komt voor bij een levende donor, eh, levertransplantatie. Het allerbelangrijkste, net als net al genoemd bij de nier, is dat het vrijwillig moet zijn en dat we heel duidelijk moeten hebben dat iemand wil doneren en niet zich gedwongen voelt om te doneren. Wat zijn dan de nadelen of risico's van doneren? Nou, het is altijd kans dat in de screening dat er bevindingen gedaan worden uh, waar je helemaal niet naar op zoek bent, die ervoor zorgen dat iemand die denkt dat hij heel gezond was, toch ineens iets onder de leden heeft. Dat kun je zien als een voordeel, maar dat kan ook ergens als een nadeel gezien worden. Je krijgt een groot litteken na de operatie. En er zit echt wel een duidelijke herstelperiode nadat je gedoneerd hebt. Dus dat zijn wel dingen waar je vooraf over na moet denken. Er zijn, omdat het een grote buikoperatie is, zeker risico's op complicaties na de operatie. En als we wereldwijd kijken, dan is het omdat het zo'n grote operatie is. Heel zelden zo dat iemand wel eens kan komen te overlijden aan het doneren van een stukje lever. In Nederland is dat nog nooit gebeurd. Eh, we zijn daar ook heel strak op. En al deze dingen maken ook dat we heel erg eh, sterk en streng selecteren wie er eh, geschikt is om te doneren. En dat betekent ook dat we soms wel eh, zeven donoren screenen om één geschikte donor voor iemand die een lever nodig heeft te vinden. Hoe doen we die screening? Nou, er is geen verwijzing nodig. Alle screeningsafspraken die vinden plaats in het Erasmus MC verspreid over drie tot vier bezoeken. Um, die onderzoeken die gedaan worden in die screening, dat is eigenlijk conform de onderzoeken zoals ze ook in andere landen waar veel levende donatie uh, gedaan wordt, uh, worden gebruikt in internationale richtlijnen. En die worden in fases uitgevoerd. Dus we beginnen met de minst um, invasieve onderzoeken, de simpelste onderzoeken, zoals bijvoorbeeld het bloedonderzoek om te zien of de bloedgroep überhaupt overeenkomt. Uh, verder wordt er gekeken naar uh, de, de leverfunctie. We kijken naar conditie, hart en longen. Um, in de volgende fase gaan we dan ook kijken naar uh, met het maatschappelijk werk en de psychologische screening. Met name om te kijken of er echt daadwerkelijk ook vrijwillig gedoneerd wordt. En om te zien of de donor zich goed beseft wat hij uh, zal ondergaan. Um, Vervolgens, in de volgende stap, maken we wat uitgebreidere foto's door middel van een CT en een MRI-scan. Kijken we naar het formaat van de lever en of de anatomie geschikt is om een stukje van de lever weg te halen. En uiteindelijk vindt er nog een biopt plaats om echt goed te kunnen kijken naar de kwaliteit van de lever. Als al die resultaten goed zijn, wordt de donor geaccepteerd voor donatie en wordt de operatie gepland. Dankjewel, uh, Annelies en uh, Caroline voor jullie uh, duidelijke presentatie. Um, ja, als allereerste kom ik toch even bij jullie, uh, Eline en Bert. Um, Eline, hoe, hoe heb jij dit uh, ervaren, de screening? Um, ja, de screening ben ik eigenlijk uh, ingerold doordat ik er uh, achter kwam dat ik dezelfde bloedgroep had als mijn schoonzus. Um, het, wordt, het, het, is, het wordt heel goed gepland uh, hier. Maar wist je van tevoren al van ik wil donor worden of hoe ging, hoe ging dat? Uh? Um, mijn uh, schoonzus had een uh, gesprek met de arts en um, mijn, uh, mijn man bleek um, dezelfde bloedgroep te hebben. Dus het was voor ons eigenlijk, uh, ja, stond het een beetje bovenaan van oh hij zal wel. Uh, Gaan doneren misschien en uh, gescreend worden. Maar jullie hoefden er ook niet over na te denken dat jullie eventueel donor wilden zijn? Nou, uh, ik was er eigenlijk nog niet mee bezig. En hij ja. uh, yeah. kneep hem een beetje, om het zo maar uh, te okay. zeggen. Yeah. Hij was niet heel uh, vrolijk op dat moment. Yeah. Um, zodra ik hoorde dat ik dezelfde bloedgroep had, uh, zei ik meteen... als ik door de screening kom, ga ik het doen. Dat was voor mij geen twijfel. Ja, yeah. hoefde jij niet over na te denken? Nee, nee. Nee, want er zijn best natuurlijk ook wel wat uh, risico's, hè, zoals het ja. verteld werd. Ja, ik, uh, voor mij was het eigenlijk uh, toen een gevoelsmatige keuze, die altijd is gebleven. Uh, gaandeweg het screeningstraject uh, werd ik natuurlijk wel uh, met name op het einde wat meer geconfronteerd met de risico's, de mogelijke risico's. Ja. En dat maakte wel dat mijn verstand ook even om de hoek kwam kijken van oké, okay, ja. wat als en wat als. Maar uh, met name uh, de zorgvuldige screening en um, het verkleinen van de risico's voor de donor... dat wordt ook heel uh, nadrukkelijk benoemd... Ja. Uh, maakte het voor mij wel dat ik er alle vertrouwen in had. Ja, ja, ja dat je dacht, dit ga ik doen. Ja. ja, ja mooi. En hoe was dat voor jou, uh, Bert? Waren er bij jou ook meerdere mensen die wilden doneren? Uh, we zijn in eerste instantie uh, met drie personen. Dus uh, met... Uh... Uh, Nick, zijn moeder zeg maar, en zijn vriendin, mijn dochter, en ikzelf. Uh, en als snel kwam, dan werd het duidelijk dat ik dan als enige overbleef. Dus zo is dat eigenlijk gelopen. Ja. En hoe voelde dat, dat jij uh, van de drie overbleef? <laughs> nou, ja. Hoe voelde dat? Voor mij was het eigenlijk vanaf het moment dat ik wist dat, uh, dat hij een donor uh, zocht, uh, dat ik voor mezelf de beslissing heb genomen. Als, kan, als het kan, en ik heb een goede match, dan ga ik het gewoon doen. Ja. 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 Dat die knop al omgezet. Ja, die knop had ik ja. al omgezet. Ja. Ja. Ik vond het vooral heel uh, bijzonder en mooi dat je uh, zeg maar in het leven echt iets voor iemand kan betekenen, echt iets voor iemand kan doen. Ja, dat voelde wel heel bijzonder. Ja, ja. 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 mooi. En de complicaties en de risico's? Wat dacht je daar uh, Nou, voor mij was, het, ik ben zelf, uh, uh, ik sport veel. Uh, ik loop marathons, doe de Europa-run en dergelijke. Dus ik was heel nieuwsgierig naar. Uh, 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 hoe, hoe is het na mijn operatie? Kan ik dan nog hetzelfde doen als wat ik nu doe? Ja. Uh, en daar kan natuurlijk uiteindelijk, ze kunnen je heel veel vertellen en voorlichten, maar ze garanderen je natuurlijk niks. Nee. Dus je neemt altijd een risico met een operatie. Ook in mijn geval. Iedere op, uh, operatie heeft een risico, dat weet je. Maar ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo goed bij nagedacht. Ik denk van ja, uh, als ik nou 50% of 10% minder kan presteren na mijn operatie, dan had ik het alsnog gewoon gedaan. Ja. Maar is dat zo nu? Nee, ik ben uh, eigenlijk in oktober geopereerd. En toen ben ik in, uh, uh, vanaf dag één wel proberen snel in beweging te komen, veel te wandelen. Uh, dus, en dat ging eigenlijk best goed. Toen ben ik in, rond de kerst weer begonnen met hardlopen. En ik heb in, uh, met de Pinksteren afgelopen jaar weer de Roperun gelopen. Wow. En dat is toch een behoorlijke aanslag op je yeah. lichaam. Dus, yeah. uh, ja, want dat is voor de kijkers thuis van Parijs naar uh, Rotterdam uh, lopen in Esther-vorm. Ja. ja, dat is een uh, behoorlijk fysieke <laughs> ja. aanslag op je lichaam. Ja, ja. Dus ik was heel nieuwsgierig hoe kom je er dan uit? En dat ja. is uiteindelijk goed gegaan. Dus, ja. Uh, ja, dus het blijkt dat je uiteindelijk wel weer hetzelfde kan doen ja. na zo'n operatie. Ja, mooi. Uh, nou, we hebben ook wat vragen gehad uh, van uh, mensen thuis over het uh, screeningsproces. Er was er een vraag: uh, kan je ook een nier afstaan als je chemotherapie hebt gehad? Kijk even naar. Uh... Uh. En dat is een goede vraag, uh, en dan moet ik zeggen dat hangt heel erg van de situatie af. Want uh, de vraag is uh, wat de reden is geweest voor de chemotherapie, waarschijnlijk een bepaalde vorm van kanker. Uh, en sommige vormen van kanker hebben wel een kans om terug te komen. Uh, waardoor uh, de donor zijn eigen gezondheid in gevaar kan brengen. En eventueel, bij zorgmige vormen van kanker, ook er een risico is... dat er ook kwaadaardige cellen meegaan met de donornier. Dus we zijn wel altijd heel uh, voorzichtig... als een donor uh, een bepaalde vorm van kanker in de voorgeschiedenis heeft. En voor veel vormen van kanker is er een bepaalde uh, wachtperiode. En qua chemo, er zijn bepaalde chemotherapieën die ook nierschade kunnen veroorzaken. Um, dus we zijn kritisch, maar het is zeker niet een algemeen nee. Want als het een tijdje geleden is uh, en de nierfunctie is behouden gebleven, dan uh, kan dat zeker overwogen worden. Ja. Ja. Mag ik daar iets van zeggen? Ja? Wat, wat ik zo leuk vond uh, aan jouw presentatie, daar stond ook van ga niet te veel zelf invullen. En chemotherapie of een kanker in de voorgeschiedenis of andere ziekten wordt heel vaak, denk ik, door mensen al gezien als een reden waarom ze hem mogelijk niet zouden kunnen doneren. Ja. Of dat de patiënt zegt, oh, maar nee, zij kan niet en hij kan niet, maar misschien zij wel. Euh, maar laat dat maar aan ons over. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja, dus de boodschap is neem ze vooral mee, ja. mensen die erover nadenken. En dan uh, kunnen ze de voorlichting krijgen in de spreekkamer. Ja, is echt een maatwerk. Ja. Dat is denk ik belangrijk, dat het heel erg uitmaakt. We hebben ontzettend veel richtlijnen voor allerlei verschillende soorten aandoeningen. Dus ook het woord kanker, dat is niet één woord. Dat kunnen ook nee. een heleboel situaties ja. zijn. Ja. Ja. ja, want een vergelijkbare vraag, denk ik, die ook kwam, was van iemand, een man van, die al wat ouder was, boven de zeventig en ook prostaatklachten heeft en hoge bloeddruk. Die zich ook afvraagt, ja, is er een leeftijdsgrens? Kan ik dan nog wel doneren? Ja, je yeah. dan zeker nog doneren. Um, er is geen leeftijdsgrens. We hebben best veel um, oudere donoren. Kijk, het voordeel is als je uh, oud bent uh, en je bent nog in redelijke uh, gezondheid. Dan wat ik uitlegde over die reserves die je nodig hebt. Ja, het is heel goed te voorspellen hoe uh, verder je gezondheid zal zijn. Dus het is. Uh, voor de beoordeling in de spreekkamer veel lastiger eigenlijk om iemand van 20 goede adviezen te geven hoe het de rest van zijn leven ja. gaat dan iemand van 75. Ja. Um, en um, als iemand nou ja, hinderlijke klachten heeft, uh, die bijvoorbeeld zijn herstel in de weg zitten, dan moeten we daar goed over praten. Ja. Maar als ik deze vraag hoor, dan denk ik niet meteen dat het een gevaar voor de donor oplevert, nee. maar wel dat we goed uitvragen van hé, hey, zit dat je herstel in de weg? Ja onze oudste donor ooit ja. was 92. Oh, kijk. Dat is natuurlijk een ja. uitzondering, ja. maar dat, om even aan te geven, ja. Ja, er, voor nierdonatie. er zijn echt ja. uh, mensen die nog heel gezond zijn op die leeftijd. Ja. ja, dus eigenlijk voor nierdonatie is er eigenlijk geen absolute bovengrens. Dus daar is eigenlijk de boodschap van kom vooral naar de spreekkamer om je verder voor te laten lichten als je erover nadenkt. Maar voor de lever, begrijp ik, Caroline is er wel echt een absolute bovengrens van 60. Uh, ja, je van zal zestig. in de wereld zeker wel verschillen zien. Uh, er zijn uh, programma's die zijn heel voorzichtig en die leggen de grens op 50, 55. Er zijn programma's die zijn iets uh, vooruitstrevender, maar boven de 65 vind je eigenlijk niet. Nee. En dat heeft echt te maken met het risico voor de donor. Ja, uh, ja. Niet zozeer voor degene die het stukje lever krijgt, krank, ja. maar... De donor moet genoeg reserve zelf houden en het is een groot stuk wat je afstaat. Ja. Dus de kans dat dat problemen geeft is gewoon dan te groot. Ja. Hoe fit iemand ook kan zijn op die leeftijd, ja. want daar ja, gaat daar het dus licht, eigenlijk ja. helemaal nee, niet nee. over. Ja, dan zijn er nog een aantal vragen over uh, gewicht. Er komt hier nu een vraag binnen van iemand uh, die vraagt of ze een deel van haar lever kan afstaan. Uh, als ze zelf ondergewicht heeft met een BMI van 18. Ik weet niet, ik kijk ook even ja, naar uh, Robert. Zeker, we hebben een uh, aantal donoren gehad die ook een BMI van 17 hebben gehad. Dus dat, dat zou zeker kunnen. Maar net zoals uh, Annelies zegt, hè, we willen graag het hele plaatje zien. Ja. Uh, dus het is lastig om te zeggen dat een bepaald getal wel of niet kan. We willen ja. daar uh, ja, het hele plaatje bij uh, zien. Bij zien. Ja. Ja. Ja, en dan zijn er natuurlijk ook veel vragen over de andere kant van de BMI, wat, wat waarschijnlijk vaker voorkomt. Dus mensen met een BMI boven de 25. Uh, hoe is dat bij de nier, uh, als je een nierdonor wil zijn, ja. met overgewicht? Ja, overgewicht brengt korte en lange termijn risico's mee. Uh, als je overgewicht hebt, dan heb je meer kans uh, op een wondinfectie bijvoorbeeld. Uh, maar het belangrijkste vinden we eigenlijk de lange termijn risico's. Dat als je met name ernstig overgewicht hebt, dat dat ook een effect op je nierfunctie kan hebben. Yeah. Uh, dus er zit wel een bovengrens aan overgewicht. En dan kijken we niet alleen naar het getal, hè. er kwam al de BMI voorbij. Dus dat is de verhouding tussen lengte en uh, gewicht. Maar ook naar uh, ja, hoe iemands lichaamsverdeling is. Of het overgewicht vooral uh, rond de buik zit waar we opereren. Uh, of dat het ja, meer algemeen verdeeld is. Ik weet niet of jij Frank wil toevoegen hoe je als chirurg uh, daarmee omgaat? Nou, Wij vinden met z'n allen als uh, de neerdonatiechirurgen dat er eigenlijk geen reden zou zijn om een uh, obese donor niet te includeren. Als ze verder helemaal gezond zijn en als jullie helemaal tevreden zijn met de nierfunctie... eigenlijk is er niemand die niet vanwege obesitas geopereerd kan worden voor een nierdonatie. Dat is wel omdat wij daar ook extra uh, ons hebben toegelegd... en verschillende operatietechnieken ook kunnen toepassen. Soms ook met het... Uh, we doen altijd een kijkoperatie, daar komen we zo weer op terug. Maar daar kunnen we ook de techniek wat op aanpassen. En uh, natuurlijk uh, uh, ook met, met bijvoorbeeld met z'n tweeën opereren als het heel lastig lijkt... Dus wij hebben er eigenlijk weinig grenzen aan. Maar wederom geldt dat het over het totale plaatje gaat. Ja, ja. maar ik begrijp dat, dat jullie ook gespecialiseerd zijn juist in operaties met wat uh, mensen die uh, overgewicht hebben. Ja, zeker. En ook uh, zeker bij de patiënten, dus de ontvangers van de, ja. de, 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 de nieren. Um, dat, dat is wel een heel veel voorkomende ja. verwijzing naar ons van elders, van mensen die eigenlijk nooit verwezen zijn naar een. Transplantatiecentrum naar nefroloog. Um, en ook daar misschien in een ander transplantatiecentrum zijn afgewezen vanwege vaatlijden of, of, of wederom zwaarlijvigheid. En dat is wel heel jammer ja. als je dan niet ook nog naar een ander centrum wordt doorverwezen. En wij zien eigenlijk iedereen wel graag om te kijken wat er wel mogelijk is. Het kan ja. ook zijn dat we ook nee moeten zeggen een keer. Maar um, wij willen wel kijken hoe we het wel mogelijk kunnen maken. Ja, dus kom komen in ieder geval langs uh, om de mogelijkheden te bespreken. Ja. Ja. Vind ik vind het wel goed om dat onderscheid tussen uh, uh, ontvanger en donor nog een keer te noemen. Want ja. voor een uh, ontvanger zijn we ook bereid natuurlijk verder te gaan, omdat transplantatie zoveel kan bieden. Terwijl uh, voor de donor vinden we op een gegeven moment juist ook omdat er chirurgisch heel erg veel kan. Uh, ...dat er toch wel een bovengrens aan de risico's zitten. En dan zeggen we ook wel eens tegen mogelijke donoren... ...het kan technisch wel, maar toch uh, willen we je afkeuren... ...omdat we denken dat het voor de lange termijn echt toch te veel risico's met zich meebrengt. Ja. 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 En dan krijg je ook nog een vraag over iemand over uh, levende leverdonatie. Uh, als iemand een BMI boven de 30 heeft en afvalt om een stukje lever te doneren... ...is dat mogelijk of is er dan nog te veel vervetting aanwezig? Dat is een goede vraag. Die hebben... We hebben nu een aantal keer meegemaakt dat mensen inderdaad een BMI boven de 30 uh, hebben gehad. Dan zat het zo rond de 2, 33. Um, en die zijn inderdaad um, met hulp van een diëtist uh, zijn ze gewicht verloren en kwamen onder de 30. En dan zagen we ook, we hebben op twee tijdsmomenten een Biopt genomen, uh, een stukje weefsel he, van, de, van de lever. Voor het afval en daarna, dan zien we ook dat het vetpercentage lager is geworden. En ook binnen de marge, wat we acceptabel vonden uh, voor dat geval. Um, en is uiteindelijk de donatie doorgegaan. Dus ja. dat kan. Ja, want leververvetting hangt samen met als mensen te zwaar zijn, dan krijg je ook vet ja. bij je lever. Zoals uh, Caroline in haar ja. presentatie ook vertelde, hè, dat het dus een opslagplek is. En dat, uh, ja. dat zie je dan ook duidelijk in het biop, dat er dan uh, ja, voor. De hoeveelheid leverweefsel wat je wilt wegnemen, dat er veel vet in de lever zit. Ja, ja. En dan regenereert die, waar we straks nog op terug zullen komen, uh, minder goed. Ja. En dat hebben we liever niet. Nee. nee, dus als mensen overgewicht hebben en willen doneren, dan adviseer je in ieder geval om af te vallen en dan alsnog terug te komen om ja. de mogelijkheden te bespreken. Ja, ja. precies. Ze zijn natuurlijk zeker welkom al eerder om te komen. Hè? Ja. Want onder begeleiding uh, hulp krijgen met dat afvallen is daarin ook. Ja. Daar is ruimte ja. voor. En, ja. uh, als er een andere reden is, nou ja, dan, dan kan het misschien om die reden wel niet. Uh, maar het is denk ik altijd goed. Het is niet zo dat de deur pas open gaat vanaf een bepaald nee. BMI. Uh, nee. De nee. mensen komen eerder praten. En als je de tijd hebt en iemand gemotiveerd is, dan kan dat heel goed. En het komt je eigen gezondheid uiteindelijk ook enorm ja, te voeren. Goed. Dus het is zeker niet negatief. Uh, maar uh, ik denk dat dat, dat dat ook daarvoor geldt. Je, hoeft, je vult het allemaal niet zelf in. Nee. Als je de informatie wil krijgen, dan nemen wij de tijd... en dan kunnen wij kijken wat, wat er kan en wat er met name veilig is. Want dat blijft, denk ik, de essentie van ja, het. Ja, heel. precies. Gewoon zo min mogelijk risico voor de donor. Ja. Ja, jullie hebben het al even aangestipt in jullie uh, presentaties, maar uh, zijn er ook situaties uh, waarbij een levende donor extra belangrijk is? Dus dat je echt zegt van we hebben echt voorkeur voor een levende donor in plaats van een donor van een uh, overleden iemand? Ja. ja, als de planbaarheid heel belangrijk is. Hè? Frank noemde al dat we best veel verwijzingen krijgen van patiënten um, die elders uh, niet zijn goedgekeurd. En dat is bijvoorbeeld. Uh, met name dat de ontvanger uh, bijvoorbeeld erg lastige vaten heeft om te opereren. En dan uh, wil de liefst uh, de chirurg uh, ja, overdag planbaar opereren om eventueel ja, bepaalde technieken toe te passen uh, die je van tevoren wil plannen. Kan, kan je daar wat over ja, toevoegen? Uh, wat, wat Frank al eerder zei, we krijgen best wel wat verwijzingen uit het land waar mensen of. Um, toch afgewezen zijn omdat ze aan de uh, zware kant zijn of omdat ze heel veel kalk, heel veel verkalking in de vaten hebben. En dan is het fijn voor um, uh, Frank, mij en mijn collega Diederik dat we dan um, een levende donor hebben, dat we dan de bloedvaten, soms zit daar te veel kalk in, dat we die um, schoon kunnen maken uh, aan de binnenkant en dat we dan soms nog een stukje kunststof inhechten om uiteindelijk een uh, niet transplantatie mogelijk te maken. Ik weet niet of ja. jij daar nog iets... Uh, aan toe te voegen hebt? Nou, nee, dit. dit dekt het wel mooi, maar ik denk ook dat nogmaals te benadrukken dat in een uh, nierpatiënt het wel heel belangrijk is om te proberen de dialyse te voorkomen en dat kan natuurlijk eigenlijk alleen maar als je een levende donor hebt of je moet heel veel geluk hebben ja. en uh, via de, uh, de overleden donor wachtlijst snel een orgaan te krijgen waardoor dat kan, maar de meeste vaak moet de... je, hè, je moet dialyseren om Wachttijd, uh, ja. of om, om op de wachtlijst te komen, eigenlijk ja. voor een postmortale orgaan. Maar eigenlijk is het wel het voorkomen van de dialyse, uh, houdt meer mensen in leven en ja. houdt ook de kwaliteit van leven beter. En ook uiteindelijk zijn de resultaten van de getransplanteerde nier beter ja. voor de ontvanger. Ja. En dat, kan, ja, dat is een, een fantastisch uh, iets dat je kan bereiken alleen maar door levende donatie, eigenlijk. Ja, ja. nou dank, duidelijk uh, antwoord. Um, ja, dus we hebben het nu net gehad over de screening en het, waarom het van belang is, uh, levende donatie. Um, dan gaan we het nu hebben over de operatie uh, zelf. En daar zullen onze transplantatiechirurgen Frank en Robert uh, jullie meer over vertellen. Ja, goedenavond. Um, we gaan even beginnen met uh, de nierdonatieoperatie. Um, zoals je hier kan zien. Ja, zo'n operatie, uh, eigenlijk zijn alle operaties voor nierdonatie wel een kijkoperatie. Dat is uh, bewezen dat dat wel een sneller herstel geeft en, uh, en eigenlijk ook uh, minder pijnklachten en mensen zijn weer sneller aan het werk. Die operatie duurt ongeveer 2 à 3 uur, soms ietsje sneller, soms ietsje langzamer. En het enige dat telt tijdens die operatie is de veiligheid van de donor. Dus we haasten niet, maar soms gaat het wel lekker vlot. Um, en we gaan met name focussen dus, uh, op het feit dat uh, de nier zo mooi mogelijk eruit moet komen. Met zo'n intact mogelijke bloedvaten en ook urineleider. Dat zijn de, uh, de, de belangrijkste dingen van zo'n uh, donatie. En een nier verwijderen voor kanker bijvoorbeeld gaat eigenlijk net een beetje anders. Um, voor een niertransplantatie moeten alle structuren die we nodig hebben voor de transplantatie zo lang mogelijk zijn. En dat noemen wij dus zoveel mogelijk sparen voor de transplantatie. Um, soms kan ook de, uh, trans, de, robo, de, de robot gebruikt worden voor een uh, robot-geassisteerde techniek, zoals helemaal rechts te zien op het beeld. Uh, dat is niet een robot die zelf opereert, maar dat is een robot die wij sturen. En waarbij we dus eigenlijk de robot inzetten als een instrument met ja, verlengde arm van de chirurg. En dat, uh, dat is iets wat uh, soms ook gebeurt. Um, of het vele voordelen voor de donor zelf heeft, eh, lijkt van niet. Maar waarschijnlijk is dit toch wel de toekomst, omdat heel veel operaties tegenwoordig met de robottechniek gedaan worden. En wij natuurlijk allemaal ook zoveel mogelijk daar ervaren in moeten worden en blijven eh, voor andere operaties, bijvoorbeeld de transplantatieoperatie. Nou, dat is eigenlijk eh, deze slide. Als de nier eenmaal verwijderd is met alle structuur eraan, dan komt de nier eruit via uh, een heel klein sneetje vlak boven het schaambeen. Ik noem het uh, soms wel eens een, een kleine keizersnede, waardoor de nier geboren wordt. Uh, die nier komt in een soort uh, visnetje, een schepzakje uh, naar buiten, allemaal veilig, zodat hij niet kan vallen en dat soort dingen die je in films wel eens ziet gebeuren, in de werkelijkheid gelukkig niet. Gaat allemaal heel gecontroleerd. En dan moet de nier uitgespoeld worden. Uh, namelijk, er zit gewoon bloed in die nier als die eruit komt. En dat is niet goed om erin te laten zitten. Dus dat wassen we helemaal uit. En dan bereiden we die nier eigenlijk op de. Ja, we noemen dat de backtable. Dus een soort klein operatietafeltje naast de echte operatietafel. Bereiden we dat voor, zodat die ook in één keer voor de transplantatie gebruikt kan worden. als dit klaar is. Dus spoelen. Uh, er worden wat, uh, worden wat dingen bijgeknipt en opgepoetst. En ook we checken we of er geen kleine gaatjes in de bloedvaten zitten. die mogelijk tijdens de transplantatie een bloeding kunnen veroorzaken. Nou, als dat allemaal gecheckt en gedaan is, dan gaat hij keurig in een aantal zakjes. met uh, speciale bewaarvloeistof, uh, zoals rechts te zien. En dan gaat hij op ijs, zoals we dat noemen. Gaat hij eigenlijk gewoon in een box die op de OK blijft. Uh, waarbij de nier dus veilig even op ijs kan liggen. En meestal is dat 1 à 2 uur maximaal dat hij uh, op ijs zal blijven voordat hij getransplanteerd wordt. Ja, er is geen enkele operatie die geen complicaties kent. En ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Dat bespreken we ook altijd met iedere donor en iedere potentiële donor. Maar de nierdonatieoperatie is denk ik wel een van de veiligste operaties die we hier doen in het ziekenhuis. Dat komt omdat het eigenlijk allemaal hele gezonde mensen zijn. Uh, en dat we natuurlijk alles goed van tevoren hebben nagekeken en dat we dit heel vaak doen. We doen deze operatie 100 à 120 keer per jaar met een relatief beperkt aantal mensen dat dat doet. Iedere operatie geeft pijn en iedereen krijgt ook wat pijnstilling. Tegenwoordig gewoon met tabletten de, van morfine-achtige middelen. Iedereen is na de operatie wel wat moe, want ja, je kunt je voorstellen als je één nier mist, uh, gaat er een soort uh, turbomotortje dat je even mist. Waar het lichaam gewoon moet, uh, moet wennen en moet herstellen. Dat heb je net eigenlijk ook uh, verteld, maar het ging in jouw geval heel snel. Maar veel mensen zijn nog wat moe en zullen af en toe ook even een uh, dutje moeten doen in de middag. En we adviseren ook echt zes tot acht weken om het rustig aan te doen. En voor iedereen is rustig aan doen een beetje anders. Maar in ieder geval geen zwaar werk en niet sporten, uh, maar ja, lopen en langzaam uitbreiden kan wel. Nou, wondinfecties zijn al even genoemd. We geven iedereen wel antibiotica om te voorkomen dat de wondinfectie kan optreden. Uh, maar dat zal altijd in een paar procent van de gevallen wel gebeuren. En meestal is het voldoende om ofwel het wondje even wat open te leggen... of om wat antibiotica te geven of allebei. En dat is allemaal tijdelijk. Blaasontsteking kan ook voorkomen. Want uh, je krijgt uh, voor één nacht na de neerdonatie krijg je een katheter in de blaas... Die brengen we in als je ja, al slaapt als donor uh, en die gaat er de volgende ochtend alweer uit. En er zijn ook wel wat ernstigere complicaties mogelijk. Gelukkig zien we dat bijna nooit. Maar een, ja, we nemen grote bloedvaten door, uh, allemaal met keurige titanium nietjes. Een paar rijtjes daarvan die via een stepelapparaat uh, over de uh, slagader en de ader gaan. Uh, maar dat, die kunnen eventueel lekken. Dat checken we wel voordat iemand uh, ook van de OK afgaat, voordat we de wonden sluiten. Uh, maar het kan altijd gebeuren dat er toch een nabloeding optreedt en dan zouden we heel snel weer opnieuw moeten opereren. Nou, littekenbreuken zijn zeldzaam. Dat is eigenlijk een soort uh, wondbreuk in de volksmond, waarbij uh, in uh, geloof ik 1% van de gevallen in hun leven de donor opnieuw geopereerd zou moeten worden met een wat kleinere ingreep. En ja, we praten er liever niet over, we weten ook dat de, de donoren er liever niet over praten, maar toch is er een kans op overlijden. En die kans is recent, uh, in september, is er een, een laatste publicatie over geweest dat die kans heel laag is geworden tegenwoordig. En dat we nu over 1 op 10.000 mensen spreken die helaas overlijden rondom de operatie. Uh, en dat is ja, uh, 0,01 procent. En als je dat vergelijkt met risico's van het dagelijks leven, zoals uh, in, in, in een drukke stad in de auto elke dag naar je werk, uh, of misschien zelfs wel fietsen in Rotterdam, um, uh, dat zijn risico's die eigenlijk groter zijn dan het risico van uh, op overlijden, van een neerdonatie. Dus dat is goed om het altijd in perspectief te plaatsen. En dat uh, doen we ook graag uh, met iedereen in hun eigen persoonlijk leven. Nou, herstel. Als de operatie klaar is, ga je naar de uitslaapkamer. En uh, als je goed wakker bent, kan je weer naar de verpleegafdeling. Sommige mensen zijn binnen drie kwartier alweer terug. En liggen dan, uh, zitten dan soms uh, alweer aan een uh, varkenshaasje of een ander lekkere nee uh, te peuzelen. Als ik uh, uh, bij hen op de afdeling terugkom. Um, je moet wel ongeveer twee tot drie dagen in het ziekenhuis blijven na de operatie, puur om ja, comfortabel te zijn en dat we weten dat alles veilig is. Uh, gemiddelde herstel, al genoemd, 6 tot 8 weken. Uh, dat varieert natuurlijk heel erg van persoon tot persoon en misschien ook je, je leeftijd en je, je conditie. En heel veel mensen kunnen eigenlijk snel alweer aan het werk. En tegenwoordig werken natuurlijk ook heel veel mensen uh, vanuit huis. Uh, en die, die, sommige mensen zitten toch in het ziekenhuis alweer achter het laptopje omdat ze toch uh, eventjes willen kijken naar die e-mail. Dus herstel gaat vrij snel, maar we raden wel aan om dat goed te doen, want je kan het maar één keer goed doen. En dan controles, nou, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Wij zien uh, na zes weken, uh, ofwel onze verpleegkundige specialist, ofwel wij zelf als transportatiescher, zien we je dan terug. Kijken we naar de wonden, vragen hoe het gaat met alles en nog wat. En een heleboel dingen komen ter sprake. Um, en dan, gaan we, uh, dan sturen we weer terug naar de verpleegkundige specialist van de neertransplantatie. bijvoorbeeld Louise, die daar ook nog wat over gaat zeggen. En uh, uiteindelijk blijf je dus jaarlijks onder controle bij de uh, niertransplantatie VS, de verpleegkunderspecialist. En als het allemaal ooit helemaal mis zou gaan, dit zeldzame geval dat mensen dus een nierziekte zelf krijgen in hun leven, mogelijk helemaal ongerelateerd aan het feit dat ze zouden doneren. Hebben mensen die een transplantatie nodig hebben, ook in Nederland en een paar andere landen, wel wat voorrang op het krijgen van een neertransplantatie zelf. Gelukkig komt dat niet heel veel voor, maar als dat nodig is, is er een systeem. Ik geef het uh, stokje over. Ja, <tie> ik zal um, wat vertellen over de operatie um, als je een stukje van je lever doneert. De operatie duurt um, afhankelijk of het een linker of een le rechter leverkwap is, want beide zou je kunnen doneren. Dat hangt een beetje af zoals Caroline zei, aan de grootte van de ontvanger. Tussen de 6 à 7 uur. Um, en in die periode maken we eigenlijk de lever los van zijn ophangbanden. Uh, de galblaas wordt uh, altijd verwijderd. Um, en die gebruiken we eigenlijk altijd ook nog als een soort controlemechanisme. Daar stoppen we een klein slangetje in. En dan maken we een uh, ja, controleopname van de galwegen om te kijken hoe die eruit zien. En dan kunnen we die vergelijken met de eerdere. Um, MRI-scan die we van de Galwegen hebben gemaakt. En vervolgens gaan we langzaamaan eigenlijk uh, uh, ja, de lever splitsen van de linker uh, en van de rechter uh, leverhelft. Um, en aan het einde uh, is eigenlijk de hele lever gescheiden en staan eigenlijk alleen de bloedvaten nog met elkaar in verbinding tussen de linker en de rechter leverhelft. En dat is het moment dat we. Uh, zorgen dat de backtable waar Frank het net ook over had, helemaal gereed is. Dat we vrij snel, als de uh, het deel van de lever eruit is, dat die ook meteen uitgespoeld kan worden. En dat zie je op de volgende uh, dia. In de linkerkant ziet u uh, in de hand een rechter leverkwap. En als je hem dan omdraait, zie je eigenlijk het plaatje wat je aan de rechterkant ziet. Daar is dus de lever. Uh, ja, gescheiden van de linkerkant, en dan zie je eigenlijk wat voor kleine structuren het zijn. Dus we opereren ook met een loopbril die een uh, drietal keer vergroot, en uh, je moet deze structuren dus ook weer wat uh, losmaken uit zijn omliggende weefsels, zodat je hem straks weer makkelijk kan aansluiten bij de ontvanger. En ook hier spoelen we. Uh, het orgaan uit dat er geen bloed achterblijft, want als bloed stilstaat, gaat het stollen en dan kan je uiteindelijk het orgaan niet gebruiken. Dus we spoelen het door met een bewaarvloeistof en ook hier wordt de lever op ijs bewaard, um, uh, zodat die 1, 2 uur later weer getransplanteerd kan worden bij de ontvanger. Ook deze operatie um, heeft uh, complicaties of kan complicaties hebben. En ook hier is dat uh, ja, de meest voorkomende complicatie misselijkheid is. En dat kan ten gevolge van de narcose zijn, maar ook van uh, de pijnstilling die we rondom en na de operatie geven. En je moet je ook voorstellen, hè, als je, zeker als je een rechter uh, doneert, dat je hè, meer dan twee derde van je lever doneert en dat die een derde van de lever weer moet gaan aangroeien. En daar gaat alle energie naartoe, dus je voelt je de eerste week best wel moe. En dat is ook niet zo gek. Als we dan kijken naar uh, de complicaties die toch wat serieuzer zijn, die komen gelukkig minder vaak voor. Uh, je snijdt de lever, hè, um, om het plat gezegd uh, te zeggen, in tweeën. En er zitten natuurlijk allemaal kleine verbinding, uh, verbindingen tussen, ook uh, kleine galwegen. En uh, hoe goed je ook die probeert te klippen, of uh, door te nemen of te onderbinden, soms kunnen die lekken. Um, en dan heb je ja, een klein gallek, we zorgen dat we altijd een drain achterlaten, dus een slangetje in de buik. Um, en soms moet die wat langer blijven zitten als we toch zien dat daar een heel klein beetje gal uit lekt. En hetzelfde geldt dat je ook zo nu en dan hier een nabloeding kan, uh, kan hebben. En op de lange termijn een, een breuk van het litteken wat er is geweest. Eerder heeft Carolien ook al over het risico op overlijden gehad. Ook hier is dat niet nul. Um, het is nog nooit in Nederland voorgekomen, maar op basis van de literatuur weten we dat dat tussen de 0,1 en 0,2 procent is. Um, en als we dan over het herstel hebben, um, ja, dus de eerste uh, nacht blijf je op een bewaakte afdeling. Uh, dat is uh, de bewaakte afdeling van de anesthesie. Daar word je goed gemonitord. En als dat uh, allemaal goed verloopt, uh, dan ga je de volgende dag eigenlijk weer naar de afdeling uh, waar je was opgenomen. Um, en gemiddeld genomen is een donor opgenomen tussen de vijf à zeven dagen. Uh, daarbij wordt weer gekeken dat je eigenlijk um, alle dingen die je thuis uh, zou kunnen doen, zoals jezelf douchen, traplopen, dat dat allemaal weer goed is. En als dan ook de labwaarden goed zijn ja, en je fit genoeg voelt, kan je met ontslag. Um, en het plaatje daaronder laat eigenlijk zien als je een rechter leverkwap doneert, dan hou je dus de linker leverkwap over. En in de weken tot maanden daarna groeit die eigenlijk weer aan tot het volume wat je nodig hebt. Heel veel mensen denken dat de lever weer zijn eigen vorm krijgt maar eigenlijk die linkerleverkwab die groeit eigenlijk alle kanten op, dus je krijgt een andere vorm, maar je krijgt wel het volume wat je weer nodig hebt. En als we dan kijken naar hoe snel mensen uh, weer aan het werk gaan, dan is dat gemiddeld tussen de 8 à 10 weken, uh, maar ook hier varieert dat van uh, hoe fit je de operatie ingaat en, uh, en de leeftijd. Dit was wat ik in het kort wilde vertellen over de operatie en het herstel. Ja, dankjewel uh, Robert en uh, Frank voor je duidelijke uh, verhaal. Um, ja, ik krijg een uh, vraag van uh, iemand thuis. Die vraagt zich heel erg af hoe het uh, Eline is vergaan in haar herstel. <laughs> Met name over het litteken um, is ze geïnteresseerd. En ja, of je je weer helemaal voelt zoals voor de operatie. Uh, allereerst het litteken. Um... Heel bijzonder uh, hoe snel en uh, ja, hoe goed dat herstelt eigenlijk. Uh, ik ben zelf nooit uh, heel erg met mijn litteken bezig geweest vooraf. Omdat ik, ik persoonlijk, uh, al zou ik een heel dambord krijgen, het maakte voor mij niet uit nee. hoe het eruit zou gaan zien. Het was uh, voor mij van ondergeschikt belang. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die daar uh, ja, wel vragen over hebben. Ja. Um, ja, je ziet er uh, grotendeels ja, bijna niets meer van. Nee. Uh, dus ja, de, het, het geneest natuurlijk bij iedereen persoonlijk anders. Maar het wordt uh, ja, in die mate ook uh, onderhuids, uh, gehecht, als ik het goed zeg. Um, ja, dat het gewoon echt bizar is eigenlijk. Uh, ja. Ja, hoe, hoe, uh, hoe fijn dat litteken is en hoe snel dat uh, qua kleur weer uh, ja, zijn... Uh, yeah. Huidige vorm krijgt. Want dan moet ik denken aan 10 centimeter. Het is wel onder het borstbeen tot aan de navel. Dus het is wel een redelijk oppervlakte, maar ik moet eerlijk zeggen dat het qua zicht maar heel erg meevalt. En het herstel? Het herstel ging heel vlot bij mij. Ik heb eigenlijk drie zware dagen gehad, met name uh, misselijkheid en moeheid was eventjes afzien um, en uh, ja, na dag drie ging ik me beter voelen. Kon ik weer goed eten en drinken en uh, toen ging het uh, eigenlijk als een, als een speren. Uh, ja. Ja, de eerste weken voel je wel wat, uh, wat vermoeidheid en uh, natuurlijk het wondgebied. Dat je denkt van, oh, dat moet ik een beetje ontlasten. Ja, ja. Maar ik, ik ben eigenlijk wel heel snel weer. Echt iedere week merkte ik van, oh, ik ben weer een beetje meer de oude. Ik ben weer een beetje meer de oude. Ik moest mezelf ook wel regelmatig remmen. Dat ja. ik uh, ja, eigenlijk meer wilde doen al dan. Uh, ja, dat ik dacht dat voor mijn lichaam ja, op dat ja, moment goed ja, was. Ja. Maar um, ik. ik um, ja, ik denk met een week of zes tot acht dat ik wel echt weer dacht: van uh, We gaan ik ben er weer. Ja. Ja. En voel je je ook alweer als voor de operatie? Ja, ja. honderd uh, procent. Ik moet echt af en toe, uh, tuurlijk, uh, weet ik allemaal goed wat er ja. gebeurd is. En ja. dan heb ik natuurlijk een schoonzus uh, ja. hè, waar ik ja. regelmatig. Uh, maar ik moet mezelf af en toe echt aan herinneren: van oh ja, er is best wel iets impactvol gebeurd. gebeurd. Yes. Ja. 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 Dus ik voel me echt. 100% de oude. Ja, ja. ja. mooi. Ja. Lichamelijk. Dat ja? Tuurlijk. Dat is best lastig. Hè? Als je eigenlijk helemaal gezond bent, hoe je, je dan op een operatie voorbereidt. Als mensen ziek zijn, dan weet je van het is echt nodig. Maar het herstel daarna is best lastig. Je zegt ook, je moet jezelf afremmen. Want eigenlijk denk je van ja, ik was eigenlijk helemaal niet ziek. En nu is er toch mee iets overkomen. Hoe, hoe heb je je daarop voorbereid? Of... Um, ja, ik vond inderdaad... Die, die voorbereiding, ik denk ook vooraf geeft het wel wat, wat spanning natuurlijk. Ook wel wat psychische ja. impact. Omdat je ja, toch wel bezig bent van... Hé, hoe voel ik me daarna? Ja. Ga ik pijn hebben? Um, um, dus ik, ja, ik heb daar wel over nagedacht. Maar toch wel vrij snel tegen mezelf gezegd van... Ik, ik, ik laat het over me heen ja, komen, ja. want je weet gewoon, ja, je weet eigenlijk niet wat je, wat je te wachten staat. En uh, ja, ik, um, ik, was wel, ik vond het wel verbazingwekkend. En dat zal natuurlijk ook voor iedereen verschillend zijn, maar ik vond het wel verbazingwekkend hoe snel ik me weer, um, ja, weer goed voelde daarna. En uh, ja, daar kun je inderdaad niet op, uh, op voorbereiden. Nee, dus nee. ik denk dat ja, de, de spanning vooraf, ja, die. Die is logisch, ja, die zal ja. ook iedereen hebben. Um, ja, en daarna is het vooral uh, ja, heel veel dankbaarheid dat, ja, uh, ja. dat het goed gaat. Ja. Ja. Ja, ja, mooi. Ja. En ik kreeg nog een vraag over iemand uh, die zich afvroeg: um, stel dat er een levende-levertransplantatie heeft plaatsgevonden. Uh, maar helaas uh, is dat niet, uh, of tenminste, is dat op termijn uh, niet goed gegaan of gaat dat niet goed, is het dan mogelijk om nog een keer een levende levertransplantatie te krijgen? Um, uh, we weten dat dat in de wereld gebeurt. Op dit moment hebben we gezegd, omdat we met dit programma vijf jaar geleden begonnen zijn, dat we uh, dit langzaamaan uh, opbouwen en dat we zeggen, nou we doen dat eerst voor. Uh, een ontvanger die nog nooit een levertransplantatie heeft gehad. Um, en langzaamaan merken we dat we wat uh, ruimer in indicaties worden voor bepaalde ingrepen en, en transplantaties die we mogelijk maken. Um, op dit moment zeggen we, nou, dat is nog een brug te ver. Um, maar ik kan me zo voorstellen als we meer ervaring hebben over de jaren heen dat we zeggen, nou, um, uh, we, gaan dat, uh, we gaan dat wel proberen. Ja. Ja. Maar je moet je voorstellen, dat heb je net ook op uh, het plaatje gezien. De bloedvaten zijn best kort. En als je een tweede levertransplantatie doet of een derde, dan mis je soms lengte. Dus het is gewoon ja een soort loodgieterswerk. Je mist een soort lengte uh, ja. om aan te sluiten. En dan zou je dat kunnen overbruggen met een donorvat. Maar die moet je dan wel net voor handen ja. hebben. Ja. Dus daar, is, daar komt qua logistiek wel het een en het ander meer bij kijken dan bij een. Uh, een, een eerste levertransplantatie. Yeah. Yeah. Om ook even daarop in te haken, dat een levende donor-neertransplantatie natuurlijk een veel ouder veld is yeah. dan levende donor-levertransplantatie. Ook hier in dit ziekenhuis. En er zijn mensen die. Uh, we hebben uh, iemand getransplanteerd voor de zevende keer met een neertransplantatie. En dat is ook niet makkelijk op een gegeven moment. Nee. Maar er is dus al veel meer ervaring in geduurd yeah. in een veel langere yeah. tijd. En ik denk dat het een heel verstandige uh, benadering is dat je eerst goed. ...al Je ervaring in huis wil hebben en ja. dan gaat uitbouwen naar de meer gecompliceerde verhalen. En waar geldt dat we bij de niertransplantatie veel mensen uh, naar ons verwezen krijgen, is er natuurlijk helemaal niks op tegen om zelf ook mensen te verwijzen naar een, een, een centrum in Europa ja. als dat nodig is. Ja, ja. ja. duidelijk. Uh, um, aan tafel zijn gekomen uh, Alicia Corley, verpleegkundig specialist van de levertransplantatie en Louise Maasdam, verpleegkundig specialist van de niertransplantatie. Welkom. Um, jullie willen, gaan ons wat vertellen over de mogelijkheden en de nazorg, uh, nalevende orgaandonatie. Ja, dankjewel Marleen. Um, Annelies heeft net al uh, heel veel verteld over uh, wanneer je een nier kunt doneren. Maar er zijn ook nog verschillende mogelijkheden uh, waarop je een nier kunt doneren. Uh, ik ga de meest voorkomende manieren even kort aanstippen. Um, je hebt dan de directe donatie. En dat kan eigenlijk alleen als je een passende bloedgroep hebt. Um, maar er is ook uh, indirecte donatie. En uh, daarvoor is het Crossover-programma. Dat komt bijvoorbeeld uh, ter sprake als er een niet-passende bloedgroep is... of als een uh, ontvanger voor de niertransplantatie antistoffen heeft. Uh, maar mensen kunnen ook vrijwillig deelnemen aan het Crossover-programma. Het Crossover-programma is een landelijk uh, transplantatieprogramma van alle transplantatiecentra... Uh, waarbij er wordt gekeken of we met andere koppels tussen donor en ontvanger... Um, kunnen ruilen. Um, dus donor 1 zou aan ontvanger 2 geven en donor 2 zou dan aan ontvanger 1 geven. Um, er is heel veel te vertellen over alle verschillende alternatieve programma's. Um, tijdens het eerste poliebezoek leggen we daar nog veel meer en uitgebreid uh, over uit uh, als mensen op de polie komen voor de eerste keer bij ons. Uh, want er zijn nog veel meer mogelijkheden en alternatieve programma's. Ik maak gelijk een sprong naar de nazorg. Uh, er is net al veel verteld over de operatie en het stukje herstel. Uh, maar alle donoren worden in het Erasmus MC uh, gecontroleerd na nierdonatie. Um, dat doen we omdat mensen hebben in het belang van een ander nier afgestaan. Um, en er is ook al eerder genoemd dat gezondheid op de lange termijn ook heel belangrijk is. Um, diabetes, hart- en vaatziekten zijn veel voorkomende ziektes binnen de bevolking. Dus ook nierdonoren uh, kunnen daar kans op maken uh, om dat te krijgen. Dus gezond gewicht is inderdaad ook iets waar we steeds weer op blijven terugkomen. En uh, door middel van het meten van bloeddruk, uh, suikerwaarden en gewicht kunnen een aantal belangrijke uh, uh, zaken meten uh, die iets zeggen over de gezondheid. Want um, diabetes en hart- en vaatziekten, zoals eerder gezegd, kunnen ook schadelijk zijn voor de nier op de lange termijn. Uh, dus door in een vroeg stadium dat te ontdekken, kunnen we dus eigenlijk de overgebleven nier beschermen. Uh, Frank noemde het net ook al even, maar net op zes weken na de uh, donornefrectomie uh, worden ze door de chirurgie gecontroleerd, donoren. Op drie maanden komen ze terug bij de nefrologie. En dan nog uh, op één jaar, dat vindt dan uh, in het Erasmus MC plaats. Um, daarna gaan we die nazorgafspraken wat meer op afstand regelen. En tot drie jaar na donatie worden mensen jaarlijks gecontroleerd. En uh, als alles goed gaat en alles is stabiel, uh, dan worden mensen om de twee jaar gecontroleerd. Um, dan zijn er ook nog een aantal. Um, Gezondheidseffecten, psychosociale gezondheidsaandachtspunten, het is net ook al genoemd, het herstel duurt gemiddeld zes of tot acht weken, maar dat verschilt per persoon. De een is met drie weken al, voelt zich al weer fit en de ander pas na wat langere periode. Maar het gemiddelde is echt wel zes weken dat mensen weer kunnen werken of sporten of dat in ieder geval kunnen gaan opbouwen. Uh, gezonde leefstijl is eerder al heel belangrijk. Uh, is, is belangrijk. En uh, we focussen daar heel erg op in de nazorg, juist om op de lange termijn, dus die uh, uh, overgebleven nier goed te beschermen. We weten dat een nierdoneren goed kan en dat je kan leven met één nier. Uh, maar ja, gezonde leefstijl is daarbij dus wel heel belangrijk. Um, ook kunnen er wat veranderingen zijn wel in de rollen en relatie tussen donor en ontvanger. Uh, we horen regelmatig wel eens terug dat daar uh, toch wat veranderingen in kunnen zijn. Praat met elkaar daarover, spreek verwachtingen naar elkaar uit. Uh, en dat kan soms ook wel te maken hebben soms met tegenvallende resultaten, bijvoorbeeld in de gezondheid van de ontvanger. Um, wij bieden hiervoor ook uh, psychosociale ondersteuning in de vorm van maatschappelijk werk of een psycholoog. En uh, dat kan eigenlijk op alle momenten tijdens de voorbereiding en ook in de nazorg uh, kunnen mensen daarom vragen. Dan zijn er ook nog een aantal financiële aspecten. Um, alle voorbereidingsonderzoeken, de standaardonderzoeken die tijdens de screening gedaan worden, gaan niet van het eigen risico af uh, van de zorgverzekering van de donor. Um, tijdens de screeningsperiode worden mensen uitgebreid voorgelicht door onze maatschappelijk werker um, over vergoedingen waar donoren recht op hebben. Uh, bijvoorbeeld tijdens het ziekteverlof, in de periode dat zij niet kunnen werken tijdens het herstel. En ook de Nederlandse Transplantatiestichting um, heeft heel veel informatie um, over uh, vergoedingen uh, tijdens ziekteverlof. Nou, belangrijk is ook dat de nazorgafspraken, uh, de follow-up-afspraken, mogen ook niet van het eigen risico afgaan. Um, wel is goed om te noemen dat um, stel dat er donatiegerelateerde klachten zijn uh, ten gevolge van de operatie, um, dan is het belangrijk om dat binnen drie maanden te melden, omdat dat dan ook weer uh, met de zorgverzekering te maken heeft en het eigen risico. Daarbij moet ik ook nog een kleine toevoeging doen over um, de voorbereiding, de screeningsonderzoeken. Daarbij zei ik dat het gaat niet van het eigen risico af. Um, in hele enkele gevallen komt het wel eens voor dat we iets vinden tijdens de screening waarmee iemand wel kan doneren, maar wat bijvoorbeeld vervolgd moet worden na de donatie. Het kan in sommige gevallen wel eens voorkomen um, dat die vervolgonderzoeken um, dan buiten het standaardpakket vallen en dan um, wel van het eigen risico af. Um just we have a, um, a fairly strict uh, follow-up um, schedule for um uh, the de and na the operazi. Just in principle we do Levens' long follow-up for alle Donoran? Um, and I can't need lane over the physic of the Medisch Hestel, that is oak Hill belangrijk, maar ook over um, the reintegratie aan at work and how gaat it met the met, met na the donazi. There's an oak the qualified van Leven. Just we see the donoren heel Fark and the erstar? The Donatzi and then Darna Yaliks of the Polyclinic. Clinic. Um, the psychosocial aspect in Donazi is in Oak Hill Belangrijk. Name um, in the screening traject. Does Alla donoren uh, have been afspraken met the Matskapelik and an ochre psychologist in the screening traject? Um, and Freiwilligheid is echt Belangrijk in Neo in Donatzi and Lever Donazi. The um, maatschapping uh, worker and the psychologist in oak um, beschikbar and in the NASOG traject, also donor heeft een um, beetje ondersteuning nodig. And I think the financial aspect in um, near donazi and leave a donazi zijn bijna hetzelfde. Dus alle screening um, onderzoeken zijn voor good door de zorgverzekering van the donor. Um, and also, donor have to, um, um, yeah, extra understanding nodig in the assessment and now the Donatzi by Bill met a physiotherapist of eats and that is Oak for Good um, or the Zorgversekering van um, the donor um, and the yalex controls in Oak for Good um, by the, from van the donor and the transplantatie um does sort of a backup uh, versekering as well for the donor En um, hebben ook uh, heel veel informatie over de financial aspect van um, lieve donatie. Dankjewel, uh, Louise en uh, Alicia. Jij kreeg over dit onderwerp ook een uh, vraag binnen van uh, iemand. Ook weer een vraag aan jou, uh, Eline. Um, wat ik een hele goede vraag vind, ik wel. Want hoe ging jouw partner ermee om dat jij, uh, dat jij dit wilde gaan doen? Um, ik denk dat hij eventueel opgelucht was, dat hij zelf niet hoefde. Nee, um, het ging natuurlijk om zijn zus. Ja. Um, dus hij, uh, ja, het is. Zo, zo is het uh, zeker niet makkelijk voor hem geweest, omdat natuurlijk zijn zus uh, geopereerd moest worden en zijn vrouw. Uh, maar hij heeft er gewoon wel altijd 100% achter gestaan. Ook mede omdat ik uh, heel uh, standvastig was ja, in mijn ja, keuze ja. en uh, vol vertrouwen het aanging. Um, ja, hij heeft daar, uh, hij stond daarachter. Ja, en ja. Um, ter, het is natuurlijk uh, met name rondom de operatie brengt het natuurlijk wel echt wel veel spanning ja, mee voor het ja, thuisfront. Dat, ja. dat heb je zelf ook niet altijd zo door nee, als, nee, uh, ja. als donor, als je zelf uh, het ondergaat. Maar uh, hij, hij stond 100% achter. We hebben ook echt samen van tevoren gekeken: oké, okay, wat uh, moet er allemaal geregeld worden? Ja. Ook natuurlijk dat het voor thuis uh, doorgaat als ik uh, in ieder geval een week uh, afwezig ben. En ja. daarna natuurlijk ja. nog, niet, uh, nog niet alles kan thuis. Dus we hebben wel heel goed doorgesproken ja. wat, uh, ja, hoe we dat wat uh, gingen organiseren. Ja. 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 Ja, want dat is misschien ook wel een belangrijke tip voor mensen die dit traject ingaan, denk ik. Hè? Dat je ook bedenkt van, oké, okay, hoe gaat het als ik terugkom uit het ziekenhuis? Ja. Um, daar speelt ook die Nederlandse Transplantatiestichting uh, speelt daar een rol in en de maatschappelijk werken. Uh, er is best wel veel duidelijke informatie over wat je aan vergoedingen kan krijgen. Je kunt bijvoorbeeld als donor uh, na de operatie ook huishoudelijke hulp uh, vergoed krijgen. Dat kan, dan staat er dat je het via de gemeente aan kan vragen, ja. wat vaak wat lastiger is met uh, allerlei uh, aanvragen. Maar je kunt ook een, een, uh, een privé-instelling uh, uh, die huishoudelijk werk uh, levert uh, inschakelen. Okay. Dat krijg je allemaal vergoed. Ja. En ja. Um, daar is veel informatie over. En oh, ik mooi. moet zeggen dat heel ja. dat vergoedingstraject bij mij ook heel goed verlopen is. Ja. Um, dus dat, uh, ja, dat is wel heel fijn, dat je ja. daar um, dan in ieder geval je, dat je daar weinig dat goed zorgen hoopt. over ja, hebt. Precies, want het is al ja. spannend genoeg. Ja. 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 ja, bijvoorbeeld een opvang voor honden ja. oh, wordt ja. verkoet. Ja, uh, oh, okay. Of ja. een opvang voor kinderen als je ja. die normaliter nog niet uh, oh, zou ja. hebben. Ja. En uh, ja, er is best wel veel mogelijk om het ja. natuurlijk zo laagdrempelijk mogelijk zo maar, te maken ja. dat ja. een donor uh, zich beschikbaar... Ja. Wil en kan stellen. Ja, ja, ja mooi. Ja. En Bert, hoe was dat bij jou um, qua psychosociale effecten? Nou ja, hij heeft natuurlijk heel veel impact op, je, op twee gezinnen in dit geval natuurlijk: En van jou en ja. van, uh, uh, van mijn schoonzoon uh, en mijn dochter. En uh, ja, die, uh, mijn kleinzoon is nu twee jaar, dus die was ook heel jong. Jeetje, dus het heeft ja. natuurlijk heel veel uh, ja. impact. En uh, ja, dan moet je met elkaar natuurlijk wel even goed doorspreken, maar dat is natuurlijk super spannend voor iedereen. Ja. Waar je uiteindelijk zelf, in mijn geval, het minst mee bezig bent. Want jij hebt natuurlijk maar één focus. Jij wilt doneren. Ja. En de rest achter jou, die, die ja. moet de rest maar regelen. Maar zo ja. werkt het eigenlijk ja. ook. Ja. <laughs> ja, dat klinkt dan, dat klinkt dan heel cru, maar zo ja. word ik natuurlijk wel ervaren. Maar ja. Ja, dat, is natuurlijk, jij, dat is niet jouw ding waar jij mee bezig bent. Nee. Natuurlijk moet je met je werk alles wel regelen en dergelijke. Uh, ik ben filiaal met je jumonen, moet ik aan de achterkant ook wel heel veel dingen regelen. Uh, maar goed, vanuit de wet donatie, wat jij ook zegt, is het wel allemaal super goed geregeld. En zijn er heel veel dingen al bepaald. En, uh, dus dat, dat neemt al heel veel zorg uh, bij jou weg, ja. maar ook bij je werkgever, ja. maar ook ja. thuis. Dus het is uh, die ervaringen, wat jij ook al zegt, dat is allemaal uh, daarna ook allemaal heel goed geregeld. Ja. ja yeah. zeker. Ja, en je hebt ook echt dat gesprek wel gehad om die, wat Louise in haar presentatie dat zien, over die verwachtingen naar elkaar en... Ja, zeker. Ja. Uh, ook een beetje aan de, aan de psychologische kant van ja, ja. Uh, waarom wil je doneren, weet je wel zeker dat je het wil. Ja. Ja. Heb je ook wel uh, door wat voor effect het uh, heeft. Ja. Uh, en daar had ik best wel wat vragen over. Ja, dat merkte ik het laatst ja. ook, uh, uh, dat de mensen wel vragen hebben, ja oké, okay, sport jij, wat, kan, wat gebeurt er dan daarna en, ja. en hoe is het qua werk? Dat zijn natuurlijk wel allemaal hele essentiële vragen. De, dus uh, daar wordt wel heel veel Aandacht aan besteedt ook vanuit jullie Erasmus. Dus uh, en het, mijn ja. ervaring daarmee is echt uitstekend. Mooi, ja. Ja, ja want uh, Louise merk je ook wel eens dat mensen dat, uh, dat dat soms problemen geeft als verwachtingen die duidelijk zijn ook van donor naar ontvanger toe. Ja, problemen. Ik merk wel dat uh, mensen toch niet van tevoren altijd goed kunnen inschatten hoe het gaat lopen. Mensen zijn het heel erg gefocust op van de donatie en laat het ja. maar gebeuren. Want ja. mensen willen het ook achter de rug hebben, ook voor de ontvanger. Um, en pas vaak daarna, uh, als mensen op drie maanden zeg maar, bij ons komen, dan uh, komt vaak ook nog wel een soort van ja, de klap. Of uh, dat mensen het dan pas gaan verwerken. Um, dat ze zeggen, ja, ik had het van tevoren toch wel anders ingeschat. Ja. Uh, ik denk ook ja. dat het lastig van tevoren inschatten is. Ja. Als je het natuurlijk nooit ja. mee te maken ja. hebt ja. gehad, kan je het ook niet goed nee. inschatten. Nee. Dus, nee, ik ben wel uh, als we ze dachten van ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ik ben super gezond. En dan ben ik ja. iedere keer ja. in een ziekenhuis ja. echt wel, uh, dat is echt wel een ding. En dat, ja. dat moet je vooral ook, uh, ik ging super de operatie in bewust, hè? daar heb ik echt naartoe gewerkt. En dan uh, word je wakker. En dan ga je van 100 ga je gewoon echt naar nul. Ja. Want je kan helemaal niks meer op dat ja. moment. En dan moet je weer een 100 opbouwen. Ja. Maar dan moet je ja, je, je kan 56 jaar kan je alles doen wat je wil, en dan kan je niks meer. Dus dat is, geeft natuurlijk geestelijk moet je die knop echt ja. wel even omzetten en dat heeft mij ja. ook wel even moeite gekost. Ja. 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 Maar dit is wel een belangrijk punt ook ja. wat u aansnijdt inderdaad, want inderdaad donoren gaan als gezonde mensen een operatie in en uh, die hebben in principe zoiets ook nog nooit meegemaakt. Dus uh, dat kan soms ook nog tegenvallen. Ja, um, ja, ja en oh, vanaf precies. Vanaf precies. Uh, precies al die gaan er ziek in. Die gaan werken ja. bijvoorbeeld. Precies. Dat is precies andersom. Donoren. Met een half. Uh, ja. Hè? Dat, uh, ja. dat was, uh... oh, je bent nog een beetje dizzy van de narcose, Je ligt nog een beetje. En toen werd mijn schoonzoon die werd al op zijn kamer gereden. <laughs> en het kleurverschil in zijn gezicht ja. ik vond het echt, in zijn ogen, ik vond het echt bizar. Ja. Dat ja. was wel een heel uh, nou, super emotioneel moment. Ook. Ja, dat maar wel, uh, ja. Ja, dat is, daar doe je het natuurlijk uiteindelijk voor. Dus ja. Dat vond ik wel heel uh, bijzonder om te zien. Ja. Ja. Dat het zo snel gaat. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, jullie vertellen natuurlijk ook hè, vanuit jullie band uh, met de ontvanger dat jullie gedoneerd hebben. Um, maar kan je ook doneren aan een onbekende iemand? Ja, je kan ook uh, doneren aan een onbekende. Dus als je er ooit uh, van hebt gehoord, of als mensen inderdaad vanuit. Ja, uh, ja, bepaalde overwegingen denken van: ik wil iemand helpen die ik niet ken en ik heb twee goede nieren. Dat komt voor. Dus mensen die bij ons op de poli komen, die dat overwegen, die, uh, ja, die willen dan iets voor een ander betekenen. Ja. ja. Dus en soms meerdere tegelijk. Omdat ja. je zo'n hele keten aan transplantaties ja. daarmee mogelijk kan maken ja, in dat één, crossover. Uh, soms met één anonieme donor kunnen we naar een grotere keten in het crossover-programma maken. Ja. ja. En hoe vaak komt dat ongeveer voor dat uh, mensen anoniem uh, dat wisselt donier, heel erg een stukje lever doneren? Ik kijk ook even naar de lever. <laughs> nou, het hangt soms een beetje ook af van tv-programma's. Ja. We ja. hebben Natuurlijk uh, ja. op BNN een, een tijd geleden een show gehad. De Donor Show. De Donor Show ja. en dat heeft heel veel impact uh, gegeven en dat heeft uiteindelijk ook heel veel uh, awareness gecreëerd en dat mensen dachten: nou, ik ga mij aanmelden. En ja. daarvoor zitten wij hier natuurlijk ook. Ja. Om, ja. Effect, hè? Ja. Uh, ja. Hetzelfde effect. <laughs> nee, om aan te geven dat dat in ieder geval ja. mogelijkheid is. Ja. Ja. Mensen weten dat niet. Nee, uh. nee. nee Dus als je, daarmee, als je daarover nadenkt, dan kan je in ieder geval altijd uh, terecht een afspraak maken. Dat is denk ik uh, belangrijk om Zeker. Uh, te weten. Ja. 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 ja, dan gaat de tijd alweer snel. Uh, en dan zijn we alweer gekomen aan het einde van deze webinar. Heel veel dank voor het kijken en voor het insturen van de vragen... Mochten jullie nog vragen hebben naar het aanleiding van deze uitzending, stuur ze dan alsnog. Dan zorgen wij dat ze op de juiste plek terechtkomen. Verder is het natuurlijk belangrijk dat deze webinar een aanvulling is op de voorlichting in de spreekkamer. Dus ik denk dat we al vaak genoeg hebben gezegd, heb je vragen over donatie? Wil je weten of je een geschikte donor bent? Maak vooral een afspraak met ons. De telefoonnummers zaten in deze webinar, maar anders kan dat ook via ons e-mailadres. Uh, deze webinar kan u natuurlijk ook altijd nog later terugkijken op ons uh, YouTube kanaal en ook eerdere webinars. Uh, verder kunt u ons volgen op ons Instagram en uh, LinkedIn accounts. En uh, ja, verder rest mij om iedereen uh, te bedanken voor jullie bijdrage. Uh, Bert, Eline, Frank, Robert, Louise en uh, Alicia en Annelies en Carolien die achter de schermen plaats hebben genomen. Uh, veel dank en uh, een fijne avond nog.